Uitstekend begin dus voor de Amerikanen aan de brug. En we gaan nu kijken naar de Evensbalk. Balk is een heel sterk toestel van de Roemeense meisjes. Dat bleek ook bij de kwalificatiewedstrijd, maar dat is historisch ook zo. En dit is de Roemeense Izbaza. Sandra Izbaza. 17 jaar jong. Vrije overslag, maar dan met twee benen geland. Combinatie van gymnastische sprongen. Steeds de blik gericht op de balk. Dan is een spagaatsprong. Auerbach salto. Dat wil zeggen dat je één been afzet en het andere been zwaait. Zet de beweging zwaaiend in. De vrije ratslag, een kleine wankeling. 1/10 punt aftrek, schat ik. Oei, dit is een grotere wankeling. Misschien 3/10 punt aftrek. Dan gaan we voorwaarts. Ja, je moet acrobatiek laten zien in alle richtingen. Dus voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts. Pirouette. Niet goed. Dat been bleef niet geheven tot aan het einde van de pirouette. Na 360 graden. Ging voor die tijd naar beneden. Dus aftrek. Nu de afsprong nog. Arbi, drievoudige schroef. Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Daar krijg je veel punten voor een drievoudige schroef. Maar was die echt goed helemaal gedraaid? Dat kun je eigenlijk pas zien op het moment dat ze op de mat komt. Dan kijkt daar letterjury ook op. Dan is daar die drievoudige schroef echt goed.